Jolande Sap, ik zei in de aankondiging van ons programma al dat u vandaag bij ons gaat zeggen dat u Rutte terug wil sturen naar de onderhandelingstafel. U kunt natuurlijk nu zeggen nee, maar dat zou jammer zijn. U zegt ja, dat ga ik inderdaad doen, toch? Zal ik dat dan maar zeggen? Ja, graag. Ja, nee, dat lijkt me belangrijk. Wat, wat wilt u dat Rutte gaat doen? Nou ja, er was een belangrijke top weer vorige week. Eigenlijk heel belangrijk, omdat er voor het eerst de langere termijn toekomst van Europa op de agenda stond. En de vraag of er een verdragswijziging moet komen of niet. Wat er uiteindelijk uitgekomen is, is een soort conservatief begrotingspact waar ze aan gaan werken. Buiten de Europese Unie om, waar eigenlijk nauwelijks iets nieuws in staat en wat niet doet wat Europa nodig heeft. Ja. En u denkt, dat is onvoldoende, dus dan moet ik Rutte terugsturen? Ja, want ik denk dat dit het moment is. Ja, want ik denk, als ze dit nu laten gaan en dit wordt verder uitgewerkt en in maart wordt hier echt een klap op gegeven, dan denken de meeste conservatieve regeringen in Europa dat ze klaar zijn. En dat Europa wel klaar is voor de toekomst. Terwijl ik dan denk, nee, dan heb je eigenlijk een behoorlijk conservatief, kil bezuinigingsagenda doorgevoerd voor Europa. En de grote uitdaging waar Europa echt een antwoord op moet vinden, dat zijn er drie in mijn mening, daar ben je dan allemaal niet aan toegekomen. Of het nou mogelijk is, of Rutte dan, laten we zeggen, Sarkozy en Merkel en alle anderen kan bellen en zeggen, luister eens, ik heb de Jolande Sap hier in mijn nek hijgen, dus we moeten allemaal weer bij elkaar komen. Daar gaan we het zo over hebben, maar laten we eerst even kijken hoe Rutte zelf reageerde na afloop van die top. Namelijk optimistisch. Wij willen dat een onafhankelijke club, nou de Europese Commissie, zonder dat de politici weer in een soort van gezellig onderonsje daarin kunnen rommelen. Dat een onafhankelijke club, die Europese Commissie, ook een echte Nederlandse wens, zo'n zware commissaris, dat hij de sancties kan opleggen. Dat geeft absoluut vertrouwen in de markten, omdat die dan zien dat de politici ook accepteren, we hebben een gemeenschappelijke munt, dat stelt ook eisen en dan kunnen wij niet politiek even dingetjes regelen waar we ons moeten houden aan de afspraken. Ja, dus kortom, een streng sanctiebeleid, automatisch straffen als mensen zich daar niet aan houden, als landen zich daar niet aan houden. Me dunkt, dat is ongeveer wat u wilde. Nou ja, het eerste wat ontbreekt is dat dit alleen maar begrotingsdiscipline vastlegt. En dus eigenlijk uitgaat van het idee dat wat er mis is in Europa, dat dat de ontspoorde overheidsfinanciën zijn. Maar daar zit wel een verhaal achter. Dat verhaal wat erachter zit eigenlijk in alle Europese landen is een ontspoorde financiële sector die weer aan banden gelegd moet worden. En het is ook een verhaal wat erachter zit van... Maar het een sluit dan niet uit. Dus je kunt hebben dat die begrotingen op orde moeten komen en dat die besluitend moeten zijn en dat die binnen de aangegeven marges moeten blijven. En dat is kennelijk afgesproken. En daarnaast kun je nog willen dat er iets aan de financiële instellingen moet worden. Maar aan die financiële instellingen gebeurt dus veel te weinig. Dat gebeurt niet. Een tweede belangrijk punt is dat een belangrijke reden waarom Europa zo ontspoord is, is de onbalans tussen Noord en Zuid. Is eigenlijk het feit dat toen we met elkaar die ene munt creëerden, hebben we een heel belangrijk economisch aanpassingsmechanisme in Europa buiten werking gesteld. De wisselkoersen, daar zijn we mee opgehouden. En er is geen politieke coördinatie voor in de plaats gekomen. En die politieke coördinatie, daar is voor nodig dat zowel de sterke Noord-Europese landen als de Zuid-Europese landen bereid zijn aan te passen, daar wordt ook geen enkel begin mee gemaakt. En een laatste punt is de democratie. Kijk, Rutte zegt hier net in dat fragment dat de Europese Commissie meer macht krijgt. Maar wat ze juist geregeld hebben vorige week vrijdag is een hele onduidelijke route buiten de Europese Unie om, waarbij het maar helemaal de vraag is of de Europese Commissie daar überhaupt invloed op kan krijgen. En wat je nu ook ziet... Maar vandaag welke instantie is het dan als het niet de Commissie is die erop toeziet? Waarschijnlijk. Kijk, wat ze hebben afgesproken is dat 26 landen en de regeringsleiders van die landen samen gaan proberen een begrotingspact op te stellen. Wat ze hebben afgesproken is dat dat buiten de Europese Unie omgaat, omdat Engeland niet mee wou doen. Dat is een hele rare afspraak waarvan de Europese Commissie zelf zegt, kijk, wat we daar afspreken, die begrotingsdiscipline en die sancties, dat hadden we eigenlijk al eerder afgesproken in Europa dat we dat gingen doen. Nu gebeurt het langs een andere weg via de regeringsleiders. En het lijkt er eigenlijk eerder op dat die regeringsleiders het daarmee in achterkamertjes willen kunnen blijven bedisselen. En dat vooral ook Merkel en Sarkozy daar veel invloed op willen blijven hebben. En dat heeft een hele hoop open vragen. Ja. U heeft in de Tweede Kamer, voorafgaand aan die top, heeft u een aantal moties ingediend, waarvan er ook twee minstens zijn aangenomen. En die daarvan heeft u de inhoud niet teruggevonden in het overlegverslag van wat Rutte daar in Brussel tot stand heeft gebracht. Nee. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom u zegt, ja, sorry, maar die moties zijn aangenomen, die moet je uitvoeren. Maar die tafel daar in Brussel is leeg. Dus u kunt Rutte daar wel weer naartoe sturen met die moties van u in de zak. En dan kan hij op die camera, maar er zit niemand meer. Niemand wil meer naar de tafel luisteren. Is niet leeg, want Europa weet ook heel goed dat ze er nog lang niet uit zijn. En dat ze er snel weer opnieuw zullen gaan zitten. En er zullen nog heel veel stappen gezet moeten worden voordat dit klaar is. Maar mijn hoofdbezwaar is, en je zag dat al langer aankomen, Europa wordt eigenlijk gedomineerd op dit moment door conservatieve regeringen. 24 van de 27 landen zijn conservatief. Die zien als belangrijkste probleem dat de overheidsfinanciën nu ontspoord zijn, omdat overheden een gat in de hand. Ik was op zoek naar de realisering van uw wens. Kijk, het belangrijkere probleem is dat de hervormingen ook echt gaan plaatsvinden. De financiële sector en een stevig Europees hervormingsbeleid. En hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Eigenlijk hoe ik het zou willen dat het gaat, is dat de Europese landen in meerderheid besluiten dat ze aan een echte verdragswijziging gaan werken. Sap, en dat hadden ze ook gewoon kunnen besluiten. Dat kunt u wel willen, maar u bent al een hele kleine partij in een heel klein land. Tuurlijk. Dus kijk, wat een eerste stap wordt. Wij hebben hier in Nederland een debat, donderdag weer. Ja. En dan hoop ik eigenlijk dat ik mijn progressieve vrienden meekrijg. Dat zij ook zeggen, PvdA en D66 en GroenLinks. Wij zijn de partijen die het kabinet tot nu toe steunen. En wij blijven trouwens ook steunen. Ook GroenLinks blijft steunen alle korte termijn crisismaatregelen. Maar zegt u van wij steunen dit, maar wij kunnen dit wel gebruiken als onderhandeling? Van, ik zeg, kijk, ik steun misschien iets minder als Rutte niet terug naar Brussel gaat. Of als hij niet iets meeneemt. Nee. U dreigt niet. Nee, ik dreig niet. Maar ik zeg, kijk, alles wat op korte termijn moet gebeuren om überhaupt de euro en Europa overeind te houden, daar steunen wij. Ja. Maar tegelijkertijd is er een langere termijn hervormingsagenda voor Europa. Dat is echt om te zorgen dat die Europese Unie dadelijk klaar is voor de uitdagingen van de toekomst en dat die onbalans eruit gehaald wordt. Ja. Daar zou dit een eerste stap voor moeten zijn, dat begrotingspact. Dat is het gewoon helemaal niet. Nee, als we dit nu accepteren, nou zegt, ik heb u gehoord. Ik doe het niet. Ik deel uw zorgen. Ja, dat zal u zeker doen. Ja. Maar en we gaan over tot de orde van de dag. Kijk, eigenlijk is dat in feite wat ze tot nu toe steeds doen. Hè? Ze zeggen, fijn, bedankt partijen dat jullie steunen. We nemen wat we kunnen mee in Europa en we gaan daar verder gewoon doen wat wij denken dat goed is. We hebben geen sancties. De enige sanctie die we hebben is als we gezamenlijk als progressieve partijen in staat zouden zijn om een streep te trekken. En te zeggen, dit Europa, de kant die het nu uitgaat. Bent u daartoe in staat? Met z'n drieën? Want ik neem aan dat dat dan weer diezelfde drie argumenten, zijn. Maar het moet de kracht van de argumentatie zijn. Het is niet de kracht van het getal. Heeft u al met de Partij van de Arbeid en D66 gesproken en gezegd van jongens, zullen we één lijn trekken? Kijk, en de eerste reacties, ook vrijdag van de verschillende partijen, waren pittig. Ja. We hebben allemaal gezegd, PvdA zei zelfs woeste puinhoop van gemaakt op die top. D66 zei ook, nou ja, half verhaal, zo schiet het niet op. De kritiek delen we. En ook het perspectief dat als je echt... Maar heeft u wel met z'n drieën een afspraak gemaakt? Dat u zegt, wij kunnen met z'n drieën nu een vuist maken en daar hebben we afspraken over gemaakt. Nee, het grote probleem is, het zal echt in het debat moeten komen. Maar dat doet u toch van tevoren? Voor een debat spreek je dat toch af? Nou, je probeert voor het debat te kijken hoe ver je komt. En je kijkt in het debat. Kijk, het grote dilemma hier voor alle partijen is... Mevrouw Sap, even voor de helderheid. Nee, heeft u dat nou afgesproken met elkaar? Een streep trekken vereist moed. Vereist ook dat je echt zegt, en wie heeft kijk, dat dan onze niet? Visie. Tot nu toe, je hebt zelfs natuurlijk ook in het weekend kunnen zien hoe de PvdA reageerde. Lijken ze toch van die woeste puinhoop terug op een lijn van... nou ja, we zullen wel moeten doormodderen. Ze zeggen, we wachten tot maart als we zien wat er precies in het verdrag komt. Ja, en ik zeg, dan ben je het momentum kwijt. Want als je wacht tot maart en dit onderdeel kan geregeld worden... dan zijn Merkel is dan klaar, Rutte is dan klaar. Want eigenlijk de conservatieve partijen hebben dan hun Europa van straf en boete... wat dus u doet een oproep niet alleen aan Rutte, maar vooral ook aan de Partij van de Arbeid? De progressieve partijen doe ik ook een oproep om samen een streep te trekken. Er zijn nog een aantal andere partijen die om andere redenen niet zo blij zijn met Europa. Kunt u daar niet gebruik van maken? Ik bedoel, u bent voor Europa, maar wilde dat het anders wordt. Maar er zijn ook partijen die gewoon behoorlijk tegen Europa zijn. Ja, nee, dat is waar. Maar hoe zou je daar gebruik van moeten maken? Die houden tot nu toe alles tegen wat er gebeurt met hele andere argumenten. Ja. Samen heb je daar niet de meerderheid mee. Nee, maar dat is precies wat Dolf bedoelt. Dus als u tegen het resultaat bent wat Rutte nu heeft bereikt... En zij zijn met uw progressieve vrienden, niet aangesproken. Er zijn ook niet-progressieve vrienden die ook tegen Europa zijn. Dan heeft de meerderheid tegen. Nee, kijk, wij willen ook absoluut niet in dat kamp horen wat gewoon tegen elk Europees perspectief is. Nee, maar u vindt wel dat je niet op deze weg voort moet. Dus misschien moet je op die manier dat afdwingen. Wat je kan doen, als de progressieve partijen samen hier ook zeggen en een blok vormen. Van dat toekomstige Europa wat wij voor ogen zien, dat moet een sterk democratisch Europa zijn. Dat moet een Europa zijn wat die financiële sector ook echt durft aan te pakken. Dat blok is er dus nog niet, hè? Dat moet een hervormingsagenda Europa zijn. En we zijn het eens over het lange termijn perspectief. Ja? Maar dat is een belangrijke winst. Is het nou zo dat u een motie gaat indienen donderdag bij het debat. Waarin u de premier vraagt om terug te gaan naar de onderhandelingstafel om bijvoorbeeld die financiële instellingen aan te pakken en bijvoorbeeld dat toezicht op de begrotingen sterker te maken. Is dat wat u gaat doen? Ik denk er wel serieus over na om een motie in te dienen die eigenlijk vraagt om de eerdere moties die de Kamer al heeft aangenomen ook echt te gaan uitvoeren. Ja. En daarvan werk te gaan maken in Europa. En dus dat u van de premier vraagt om terug te gaan naar de onderhandelingstafel? Dat ik van de premier vraag om in Europa deze inzet te gaan plegen, omdat ik denk dat dat echt nodig is als je Europa op termijn in stand wil houden. Dat is de enige toekomst die ik voor Europa zie. Niet alleen ik, trouwens, dat wil ik wel benadrukken. Het is ook de toekomst die veel deskundigen voor Europa zien. Als Europa zelf niet de politieke wil heeft om Europa in stand te houden, om het beleid beter met elkaar af te gaan stemmen, dan zal ook echt geen enkel derde land, ook geen belegger van buiten ons daarbij gaan helpen. Dus het zal gewoon vanuit Europa zelf moeten gaan. Nu zegt u, een belangrijk aspect is bijvoorbeeld het aanpakken van die banken. Eigenlijk lukt dat ons in Nederland ook nog nauwelijks. Er is ooit wel eens gedacht om bijvoorbeeld een nutsbank en een zakenbank, om daar een scheiding in aan te brengen. Is er nog steeds niet. Klopt. Ja. En een van de belangrijke redenen waarom dat niet goed lukt, is dat al die banken op internationaal niveau en op Europees niveau functioneren. Terwijl de regeling om dat aan te pakken nog erg op nationaal niveau zitten. In de la om dat ten uitvoer te brengen? Nou, er ligt eigenlijk vanuit de commissie De Wit nog een heel pakket aan maatregelen en voorstellen. Maar in 2008 is al gezegd dat dat zou gebeuren en het is er nog niet. En er ligt ook al 2 keer een kamerbrede motie. En dat geeft dus ook aan in hoezeer deze regering zich onder druk laat zetten door de lobby vanuit de financiële sector. Frans, ik neem aan dat je helemaal achter Jolande Sap staat, of niet? Nou, ik volg het wel, maar ik denk... Ik denk gewoon zoals het nu gaat dat het goed is. Zoals dat nu gaat? Het is een enorme crisis en dat is goed. Nee, maar goed, ik denk dat Rutte gewoon op dit moment alles doet om het op de rit te krijgen. En ik denk ook dat er nu grotere belangen spelen dan wat ik nu allemaal hoor. Merk jij, want vandaag is het nieuws naar buiten gekomen, voor zover dat eigenlijk nieuws was. Want het zat natuurlijk al aan te komen dat wij officieel de recessie naderen. Dat het slecht gaat, dat er een krimp is in plaats van een groei. Merk je dat? Merk je het bijvoorbeeld... Ik denk dat iedereen dat merkt. Hoe merk jij het? Ja, goed, als ik alleen terugkijk naar een aantal jaar geleden, deed ik 200 shows per jaar in theaters. Nu doe je nog 60, 70... Natuurlijk met de btw-verhoging in onze sector is het gewoon veel lastiger. Maar jij dat en ook niet, niet alleen voor bekenden, maar ook voor ik kan veel minder vaak naar Frans Bauer, want vroeger speelde hij 200 keer per jaar. Nu kan ik nog maar 60 keer per jaar naar Frans. Ik denk dat jij dat ook wel merkt, toch? Ik bedoel, het is toch gisteren zat volgens mij Joep van Hekker op een van deze stoelen. Ja. En die... met alle respect natuurlijk, die deed een beetje stoer van dat merken we niet. En als het minder gaat in je zalen, dan, eigenlijk zei hij, dan ligt het aan jezelf. Ja. En dat is dus gewoon niet waar. Als je ziet dat alle theaters in Nederland ongeveer 20% minder verkoop hebben over het hele seizoen. Nou, Frans Bauer is echt geen slechter zanger geworden. En ik ben in principe niet een veel slechtere cabaretier geworden. En al die andere mensen in het toneel zijn ook niet slechter geworden. Dus er is echt iets gaande. Het heeft met btw-verhoging op kaart te maken. Maar ook met een soort van sfeer die het afgelopen jaar gecreëerd is. Van cultuur is een soort van links ding. En dat is maar voor een beperkte groep mensen. En dus, weet je al, daar kun je tegen zijn. Dat geloof ik niet. Ik kan me niet voorstellen dat mensen nu denken die met plezier naar Dolf Jansen gaan of naar Frans Bauer. Denken, hé, ik hoor nu dat het een links ding is, nu doe ik het niet meer. Maar dan mag je me uitleggen hoe het kan dat in een jaar dat er op zich verder niks veranderd is, 15 tot 20% over de hele breedte van alle voorstellen in Nederland. Omdat iedereen bang gemaakt wordt. Dus daarom koop je ook geen auto. En daarom denk je, laat ik maar voorzichtig zijn. Laat ik niet te veel geld uitgeven. Ik denk dat het echt angst is. De crisis in combinatie met duurdere kaartjes eventueel. Dat speelt mee. Wat is de rol van politici daarin om mensen bang te maken of niet? Ja, ik denk dat de politiek daar ook best een rol in heeft. Inderdaad, want als je het veel hebt over de crisis en veel spreekt over toekomsthuis, maar vooral ook als het leiderschap ontbreekt om de echte problemen aan te pakken. En mensen voelen dat ook. En zien natuurlijk ook in Europa, maar ook in Nederland, dat een aantal hete aardappels voortdurend vooruitgeschoven worden. Is dat er een aantal heilige huisjes zijn. En dan ga je je zorgen maken. En we weten bijvoorbeeld al heel lang dat die hypotheekrenteaftrek boven de markt hangt, maar het wordt maar vooruitgeschoven. Ja, dan ligt zo'n woningmarkt op een gegeven moment helemaal stil. Maar de tegenovergestelde de partij, de PVV en de VVD zeggen juist om die mensen nou niet ongerust te maken, zetten we onze hakken nog dieper in het zand en zeggen, daar komen we dus niet aan die hypotheek. Maar mensen zijn natuurlijk niet stom en iedereen voelt op zijn klompen aan als er zo'n regeling is waar zoveel geld in omgaat en waarvan een steeds breder koor aan deskundigen zegt, ja, dat is niet meer houdbaar. Dan voelt iedereen op zijn klompen aan dat er uiteindelijk toch iets gaat gebeuren, dat er beloftes gebroken gaan worden. Ja, en dat legt juist de boel lam volgens mij. Is het bij studenten eigenlijk ook zo, dat het vertrouwen minder is geworden? Nou, het is natuurlijk, ik vind vooral voor studenten en jonge mensen een groot probleem. Want dan heb je het toch echt over de toekomst. Mensen die over 20 jaar de maatschappij gaan bepalen. En dat vind ik eerlijk gezegd ook op dit moment in de discussie in Europa. Het is wel allemaal heel erg wantrouwen. En, maar waar is die visie? Wat kunnen we nou in Europa wel goed? En waar kunnen we een toekomst bieden? Nou ja, wij spreken, Europa is wel een van de hoogst opgeleide regio's in de wereld. Neem zoiets als de wetenschap, een soort Europese ontdekking. Dat doen we ook heel erg goed. We hebben fantastische universiteiten, hele goede scholen. Je zou ook willen dat naast alle ellende... dat er ook een beeld, een toekomstbeeld met een positief verhaal wordt neergezet. Maar terwijl juist studenten nu, die bijvoorbeeld in hun afstudeerfase zijn... vermoedelijk een grotere kans hebben om werkloos te geraken dan 5 jaar geleden. Absoluut. En laat dus ook merken dat ze op dat punt ongerust zijn. Waarbij Nederland nog steeds een van de laagste werkloosheidscijfers heeft natuurlijk. Maar nee, dat proef je heel erg. En eerlijk gezegd, heel veel van de ellende ook van de financiële crisis wordt natuurlijk een klein beetje afgewenteld op de jeugd. Hè? Want we zijn wel heel erg bezig met het vasthouden van de mooie voorzieningen voor de oudere generaties. Maar je krijgt hier toch een jongere generatie die voor een groot gedeelte de prijs gaat betalen.